helemaal buiten aan. Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dat is even heel lang geleden. Ja, dat klopt. Ik wil het vloggen weer een beetje oppakken. En ik wil niet zeggen, ik ga dagelijks vloggen. Ga wekelijks vloggen. Nee, dat ga ik allemaal niet zeggen. Ik ga gewoon vloggen als ik iets heb wat ik wil delen. Dus soms komt er 1 keer per maand een video online. Soms komt er 2 keer in de week een video online. Ik hoop dat jullie daar mee eens zijn en dat jullie het ook leuk vinden. Ik heb een beetje... Nou ja, ik begin een beetje weer mijn leven op orde te krijgen. Ik ben bezig met... ik ben een nieuwe baan gestart als voor mezelf als freelance social media coach voor bedrijven. En ook voor ZZP'ers. Wat ook bedrijven zijn natuurlijk. En daar ben ik hard mee aan het werk. En nou ja, ik heb eindelijk wat tijd voor mezelf om bijvoorbeeld te sporten. Maar ook wat meer dingen. En ik dacht, dit is wel weer leuk om te gaan vloggen. Dus welkom. Laten we beginnen. Ik heb meteen 2 dozen die ik wil unboxen met jullie. Deze doos is van de Ethos. Ik had weer eventjes een grote bestelling gedaan bij de Ethos. Oh, ik kan hem wel iets lager zetten trouwens. Zo. Voor babyspullen. Ik hou alle deals in de gaten bij Ethos, als het uitvalt. En als de Pampers in de aanbieding zijn, dan koop ik die. Want ik vind zelf... Kruidvat huismerk is ook erg goede luier. Maar zelf ben ik toch het grootst fan van Pamper. Het is net wat betere kwaliteit. Het zit gewoon wat lekkerder. Het voelt wat lekkerder voor mij. Dus ik kan me voorstellen dat het voor Olivia ook beter zit. Bij de Ethos was nu 30% korting hierop. Of 50% korting. En dit zijn die broekjes. Dit zijn voor de nacht. Zijn dit wel de goede maat? Ja, 4. Maat 4 heeft Olivia. Dus ik had 3 van deze besteld. Want wat ik eigenlijk moest bestellen was dit. Hier had iemand het over. Mijn tennispartner afgelopen keer. Die zei dat dit echt... Dat zij hier echt op leefde toen haar kinderen klein waren. De vallen en stoot gel. Arnie kind. Verzorgende eerste hulp gel. Ik weet niet of het echt helpt, maar het leek mij dat het in ieder geval fijn is dat je iets hebt om te smeren. Voor mijn eigen gemoedsrust is het heel fijn. Ik weet de prijs niet, er zit geen bonnetje in de doos. Volgens mij was het iets van 10 euro. Maar ja, daar kun je wel lang mee doen, hè? Want het is zo'n tube. En je krijgt 30 euro. Bij 30 euro was gratis verzenden. Dus vandaar dat ik zoveel luiers erbij had besteld. Maar goed, die luiers gaan ook heel snel op. Ik ga het even op mezelf smeren. Vallen en stoten crème heet het. En je hebt het ook van A. Vogel. Ik heb het nu van VSM. Geen idee welke beter is. Transparante gel. En dan kun je... Want Olivia is nu begonnen met lopen... Ik smeer het even op mijn gezicht. En die valt nu nog wel eens om. Dus ik dacht, ik haal dit. Dan kan ik dat opsmeren. Als het maar niet prikt. Even proeven. Nou, is niet echt, zit niet echt veel in, denk ik. Ik hoop dat het werkt. Nou ja, de andere doos kan ik eigenlijk... Ja, die kan ik wel uitpakken. Ga ik even pakken. Even reclame momentje. Dit is niet gesponsord trouwens. Maar deze had ik ook klaarstaan om burgemeester te maken. Oh, dit is zo lekker. Deze hebben wij ontdekt, Nicky en ik, een paar weken geleden. En deze hebben we echt, hier geven we echt tientallen euro's aan uit per week. Dit is zo lekker. Wacht, ik ga het laten zien. Kijk, je maakt hem open. En het ziet er zo uit. Er zit een soort rand... Rand van karamel langs. Rand van karamel saus langs. Dit is echt de hemel, kijk.
Hij focust nooit op. Of mijn gezicht in beeld is. Mm. Delicious. Heerlijk. Oké, nou die andere doos. Die is trouwens heel groot. Dus die zal ik eventjes op de grond openmaken. En dan laat ik zien wat erin zit. Oké. Het is een doos in een doos. Dus dat is mooi. Want dan kan ik deze doos mooi inpakken. Dit is dus een wobbel. Kijk, wobbel. En ja, dit is echt een superleuk cadeau, vind ik. Ik had hem zelf ook op mijn kraamwensenlijstje staan. Nooit gekregen. Nooit zelf gekocht ook. Waar ik achteraf wel spijt van heb. Want dat had ik best wel kunnen doen. Want hij zit nog steeds in mijn hoofd dat ik hem graag wilde. Dit heb ik gekocht als kraamcadeautje voor Nicky's businesspartner Luno. Die we hebben samen een bedrijf. En die krijgt een kindje samen met zijn vriendin Merle. En die is bijna uitgerekend, 10 augustus. Ik heb zo'n gevoel dat de baby iets eerder komt. En dit is het kraamcadeau. We geven normaal niet zulke dure kraamcadeaus hoor. Maar ja, zij hadden ook een heel prachtig cadeau voor ons. Voor Olivia. En ja, ik weet niet. Zij passen ook wel eens op Olivia. Het zijn gewoon hele leuke mensen. Dus ze verdienen dit. Dus een wobbel. Ik ga zo'n plaatje anders invoegen als ik daar zin in heb met editen. En je kind kan daar echt leren. Ja, het is heel goed voor de balans. Ze kunnen erop klimmen. Ze kunnen erop zitten. Ze kunnen het gebruiken als tafeltje. Het is echt voor de motorische ontwikkeling van je kind. Is het echt geweldig. En Merle, dus als je kijkt, is een beetje, sorry als ik je beledig, nee dat is geen belediging, maar ze is een beetje van alles beige en aarde tinten. Oké, daar zijn we weer. Ik heb mijn camera opgeladen, want dat was dus de vorige keer niet goed. Midden in mijn verhaal, sorry ik ben net de trap op en afgerend. Midden in mijn verhaal stopte de camera ermee, want de batterij was leeg. Helemaal opgeladen nu, dus we kunnen er tegenaan. Het is een hele andere dag. Wat ik als laatste zei was iets over dat Merle alles in het beige wilde. En dat ik daar een perfect kraamcadeau voor had gezocht. Wat jullie nog wel gaan zien. Ik ben ondertussen aan het koken nu. Toen dacht ik, laat ik de camera erbij pakken. En ik heb spergiebonen gesneden. Dus die doe ik dan altijd aan de kipjes geven wat ik over heb. Hi kippie! Hi, wil jij wat spergiebonen? Niet te enthousiast. Nee? Je vindt het lekker. Nee, hij wil iets anders, maar dat gaat ze niet krijgen. Nu is het tijd om even het koken af te maken. Ik ben dus hier aan het koken. Maar dan zie je mijn hoofd niet. Oh jawel. Nou, hier zitten de spergiebonen. Die kook ik eventjes. En dan heb ik hier al rijst gekookt. Dus dat is klaar. Oh my god. Stond die nou ook aan? Dit meen je niet. Dan is dit aangebrand. Als dat zo is. Oh, kill me already. Oh ja, die is aangegaan. Oké, dat moet dan eventjes in. Oh, dit soort dingen gaan dus altijd fout met deze kut. Hoe heet dit? Kijk dan. Is het weer aangebrand? Omdat die. Ik had hem aangezet. Maar omdat ik er daar een had staan, dacht hij. Oh, ze wil twee pannen opwarmen. Terwijl de ene keer doet hij dat niet, de andere keer wel. Nu dus wel. Oh, dit is zo stom. Ik ben vast niet de enige die dit heeft, maar ik heb wel het idee dat het bij mij heel vaak voorkomt dat dit soort dingen gebeuren. Oké, nou ja, ik heb dus rijst met spergiebonen. Gaat eigenlijk allemaal gemixt worden in deze kom. Oeh, wat stinkt het naar aangebrand. Deze rijst. En dan nog mager gehakt en het is echt helemaal geen bijzonder lekker recept. Maar het is wel mega healthy. En Nicky en ik zijn allebei op de trainen tour.
Dus we zijn veel aan het trainen en veel aan het opletten op het eten. Dus af en toe zo'n saaie, gezonde maaltijd moet er tussendoor. Dus daar ga ik even nu naar. Ik zal jullie het eindresultaat laten zien. Oké, ik ga dus streamen. En ik wil even een heel klein make-upje opdoen, zodat ik niet zo blote billen gezicht heb. En ik dacht, dan kan ik jullie meteen even bijpraten over streamen. Want ik doe het zo weinig nu en ik mis het enorm. Maar er is gewoon een deel van streamen wat ik niet mis. En dat ging zo tegenwerken de afgelopen, ik kan wel zeggen, anderhalf jaar. En dat is eigenlijk de toxic omgeving die er kan zijn op Twitch. En het voelde gewoon af en toe of ik terug was op de middelbare school, weet je wel. Dat je gewoon weer gepest wordt en ergens niet bij hoort, waar je wel bij wil horen of zo. Heel gek. Ik ben een fucking volwassen vrouw. Maar dat pestgevoel, dat werd iedere dag erger. Niet dat het pesten erger werd, maar dat gevoel, omdat ik me er niet over uitsprak en het opkropte, werd het alleen maar erger en ging het streamen me zo tegenstaan, dat ik op een gegeven moment gewoon zo klaar mee was. In ieder geval op mijn eigen kanaal. Doordat ik mijn nieuwe werkzaamheden binnen mijn bedrijf ging doen, dus ik ging andere bedrijven helpen met hun social media, daar ben ik zo blij om. Wat ben je aan het doen, Dolores? Oh, ze is zelf geschrokken, ze is eruit gesprongen. Ik werkte samen met een bedrijf die ook wilde streamen op Twitch, want daar zat hun doelgroep en helemaal gelijk hebben ze daarin. Dus daar had ik een strategie voor geschreven. Maar goed, dan moest ik zelf ook weer veel meer streamen. Eigenlijk wel 3 keer per week. Dat was zo... Ja, dat is gewoon zo leuk. Omdat je dan niet die haters en kritiek kreeg. Het was eigenlijk iedere stream super positief vanuit de mensen op Twitch. Maar ook vanuit het bedrijf waar ik voor werkte. Die waren heel blij met de resultaten die we boekten met z'n allen. Dus dat is heel erg leuk. En daardoor heb ik nu ook weer wat meer zin om mijn eigen kanaal te streamen. Alleen gelukkig gaat het best goed met mijn bedrijf. Dus heb ik weinig tijd. Dus dat is aan de ene kant jammer voor degene die mijn stream wil kijken. Maar wel fijn voor mezelf dat ik... Ik had heel erg het gevoel van ik kan helemaal niks. Want ik ben een fulltime streamer en verder kan ik niks. Maar gelukkig kan ik toch wel wat. Ik heb even ijs in een glas gedaan. Red Bulletje pakken we erbij. En dan gaan we die inschenken. Dit ziet er toch lekker uit. Dit is echt hoe je Red Bull moet drinken, jongens. En dan gaan we een avondje streamen. Ik heb er zin in. We gaan Valorant spelen. Daar heb ik minder zin in. Maar goed, hè. Meestal als ik het dan aan het spelen ben, is het allemaal wel goed. Dus we doen het er maar mee. En ik heb alles opnieuw ingesteld op streamen. Dus het voelt een beetje als een verse start. Let's go. Zo. Ik had eerst zelf op mijn eigen kanaal gestreamd en daarna streamde ik nog op het kanaal van Red Tail. Heel leuk. Het is nu 9:45 en ik zag in mijn mail nog wat dingen wat ik echt vandaag moest beantwoorden. Want morgen is het woensdag, is mama dag en donderdag en vrijdag zijn wij nachtje weg. Dus is mijn laatste werkdag van deze week. Heel chill voor mij. Maar daar ga ik dus nu even die laatste meldingen afronden. En dan kan ik morgen me gewoon focussen op leuke mama zijn. En donderdag en vrijdag gezellig nachtje weg hebben.
Hé, hey, ga jij eens zitten gauw. Heel gauw. Gaan we de handjes even afwassen. Kom maar met je handje. Gaan we sokjes aan doen? Deze uit. Hey, was er iemand wakker hier? Hey, doen we het gordijntje open? Zo. Was je wakker? Had je lekker geslapen? Het is inmiddels donderdag en wij zijn onderweg in de auto, volgepakt. Achterin zit de kleine frummel. Wij zijn onderweg naar Landal de Vlinderhoeve. In de buurt van Zutphen zit dat. En we gaan daar een nachtje op bezoek bij vrienden van ons, Laura en Marcel. Die hadden ons gevraagd of we een dagje langskwamen. Of een nachtje eigenlijk. Dus daar zijn we nu onderweg. En het weer is echt heel treurig. Het is echt perfect weer om naar een binnenzwembad te gaan. Nou, daar gaan we nu heen. Ik zit heel dicht op de camera, want ik heb hem om mijn nek. Ik wilde even het huisje laten zien. Hier kom je binnen, even kijken. Ja, tada. Hier kom je binnen door deze deur. Er staan de schoenen. We hebben niet opgeruimd voor dit filmpje, want we zijn er al even. Dit is de slaapkamer van Laura Marcel. Doe ik alleen een blik inwerpen. De badkamer met douche, toilet en een wasbak. Nou, dan hier de keukens met alles erop en eraan en afwasmachine. Heel fijn. Geen drift in doen met Thea. En dan heb je de kinderkamer. Daar slapen Nikki en ik. In dat kamertje ligt trouwens Olivia in dat soort berging. En daar hebben we het campingbedje opgezet. En dit is het huisje. Ik vind het echt een heel mooi groot huis. Heel lekker ruim. Eettafel, we gaan zo lunchen. Maar ik dacht, ik gooi eventjes die vlog online. Ja, eigenlijk kwam Laura ermee. Zij wilde hier vloggen. Toen zei ik, oh ja, dat was ik even vergeten. Nou ja, spullen van Olivia, Nikki, Laura, Marcel. Ja, brokkenpiloot. Marcel heeft een arm in het gips en Laura is zwanger. Ja, dan ben je niet ziek, hè, zeggen ze, maar allebei een beetje kreupel. Ja, dit is het uitzicht. En ik had toch mijn laptop mee, want er ging gebarbecued worden bij Red Tail. Dus dat wilde ik nog eventjes in de gaten houden. Nou, dat is het huisje. Hier ben ik. En we zijn al een nachtje geweest, dus het is nu de volgende dag. En we zijn gisteren uit eten geweest. Dat ging echt super goed. Ja, ten opzichte van de vorige filmpje. Ja, die in de auto bedoel ik. Ja. We hebben al een nachtje geslapen. En we zijn uit eten geweest en het ging echt heel goed. Want Olivia was hartstikke lief. Ze lag wel laat op bed. Dus we hoopten, nou ja, ik hoopte vooral dat ze ook uit zou slapen. Maar dat deed ze dan weer niet. Dus ze ligt nu lekker bij te slapen. We zijn uit eten geweest. We zijn even door in de stad geweest om zwembandjes te kopen. En we hebben spelletjes gespeeld. Harry Potter spelletje. En Clever hebben we al een paar keer gedaan. Dus meer doen we eigenlijk niet. En we hebben nog geen plan voor de middag. Dus dat zien we zo wel wat we gaan doen. Nu staan jullie op de vlog. Oh, hey. Moet dat nou, papa? Ja. Weet je wat ik altijd moet doen? Altijd de zoektocht naar rood met witte stippen paddenstoelen. En het is nog geen tijd eigenlijk ervoor. Maar goed, het is zo vochtig dat we er toch één gespot hebben. We gaan er nog één spotten, Lau. Ja? Ja. Ik film al, hè? Oh ja? Ja? Ja, ik zie het, ja. Niet goed? Nou, gaan we nog door, liefje. Ja, zij wil het liefst die paal tussen de benen. Nou, ik hou hem in. Oei!
Dat vind je leuk, hè? Ik vind het zo... Zit je naar papa te lachen? Oh. Leeftijd dan. Nee, dan zijn wij wel echt te oud. Ja, het duurt nou te lang, hè, Olivia? Ik kan mij niet jou neerzetten als ik op school wil. Goed zo. Nog een keer? Dat was wel heel snel. Die andere was leuker. Ja. En toen waren we weer thuis. Ik ben even de laatste dingetjes aan het uitpakken. Dolores is heel blij dat we weer thuis zijn. Ja, wat heb jij daar voor moois? Ben jij met de blokjes bezig? Laat maar even zien dan aan de stream. Vlog. Kijk eens hoe goed ze dat kan. Ze wil even laten zien hoe goed ze hierin is, denk ik. Goed hoor. Nou, en met deze mooie toren sluiten we de vlog gezellig af. Ja, zo goed. Applaus. Doe maar zwaaien. Ja. Oh, doet de poes hem omgooien. Wegwezen, poes. Nou. Dat was leuk. Tot de volgende vlog.